Ik ben Jeffrey Italiander. Ik ben 24 jaar en ik speel de rol van Claude Hooper Bukowski in de musical Hair. We komen meestal rond een uur of kwart voor zes binnen. En dan is het de bedoeling dat we 6:10 gaan opwarmen. Fysiek even grote bewegingen opwarmen en dan 10 minuutjes nog buikspieren. En dan doe ik of Marco Braam, onze musical leider, doet meestal de vocale warming-up. Claude Hooper Bukowski is een jongen uit Midden-Amerika, uit een heel simpel gezin. In mijn hoofd, hè, want er is heel veel geschreven over de rol, maar er is ook heel veel niet geschreven. En dat is dan in onze versie ook weer aan mij om dat in te vullen. Dus het is een jongen van 19 die in eind jaren 60 een brief krijgt thuis dat hij naar de keuring mag komen. En dat is over een week en hij besluit in zijn laatste 4 dagen besluit hij naar New York te gaan. En hij komt in New York aan en hij loopt door Central Park en hij ziet in één keer allemaal lui die hij super interessant vindt en die hij al heeft bestudeerd. En daar spendeert hij zijn laatste paar dagen mee. Ik denk dat bij deze voorstelling dat het moeilijk is om niet veel van jezelf er eigenlijk in te stoppen. Aangezien we het stuk zijn begonnen met een hele hoop improvisatie. Het enige wat we op dat moment hadden, naast dat we het script 1 keer hadden gelezen met z'n allen, is dat we onze eigen fantasie hadden. En de aanwijzingen van de regisseuse, van Carlien. En daardoor is het eigenlijk zo dat Claude eigenlijk heel veel Jeffrey heeft. Ik speel voor de voorstelling vaak nog even kendama. Dat is een Japanse jongleerkunst. En dat brengt mij wel altijd in een soort van vibe. Daar voel ik me gewoon heel erg fijn bij. Junior, de jongen die bij ons hut speelt, die heeft het altijd over, we moeten ze ijskoud, we gaan ze koud maken vandaag. Dat betekent, we gaan het publiek echt tijd van hun leven geven. Toen was het op een dag, we hebben ze wel ijskoud gemaakt. Hè? En toen werd het, we hebben geschaatst. Zo koud was het. Dus toen gingen we met z'n allen backstage schaatsen. Ik ben Claude Hooper Bukowski, ik ben 19 jaar. Ik kom uit Pennsylvania, zoals ik dat dan heb gemaakt. In de eerste scène al kom ik in die tribe gelijk terecht, kom midden in die tribe. En ik vind het altijd heel belangrijk om te zeggen, wat wil ik daar? En eigenlijk dan speelt het zichzelf al, want hoe ik daar kom, dat zien we dan wel. Hi iedereen, vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog, abonneer je en blijf op de hoogte van nog veel meer leuke video's. Doei!